Welkom allemaal bij de eerste aflevering van My Job, oftewel Mind Your Own Business. Een podcast voor ondernemers, door ondernemers, met jullie hosts Wietse Lauwers en Amir Sabirovic. Nou heeft Wietse onlangs een boek geschreven in 10 stappen voor jezelf beginnen. En daarmee willen we aftrappen. Dat is ook eigenlijk de inhoud van de podcast. Dus in deze podcast gaan wij het voornamelijk hebben over onderwerpen zoals ondernemerschap, netwerk, businessmodellen en hoe je eigenlijk de stap moet wagen naar ondernemerschap. Wietse, welkom. Ja, dankjewel Amir. En jij ook. En gefeliciteerd met de kick-off van onze eigen podcast. En, dankjewel. Leuk jou als host te hebben. Dankjewel. Ik zie ernaar uit. En ook dat we in gesprek gaan met andere ondernemers die hun leermomenten or brilliant failures met ons gaan delen. Maar ook hoe ze zijn begonnen en wat ze daarvan hebben geleerd. En wat ze natuurlijk ook willen delen met ons publiek. Hey, Wietse, hoe ben jij voor jezelf begonnen? Nou, ik ben eigenlijk heel lang voor mezelf, heel lang geleden voor mezelf begonnen. Dat was in 2006. Toen kreeg ik eigenlijk een heel naar duwtje in de rug. Mijn dochtertje werd doodgeboren. En toen werkte ik nog voor een van de grote consultingmaatschappijen van Nederland. En die gaf mij toen vrij. En die zei van, nou, weet je, je opdracht zit er toch even op. Bij de klant. Dus wij willen je even gewoon niet zien op kantoor. Dus neem lekker de tijd en kom bij jezelf en dat soort dingen. En dat deed ik toen. En toen dacht ik van, eigenlijk alles wat ik leuk vind, bedrijfskunde, dat is zo enorm groot. En doe ik nou eigenlijk echt wat ik leuk vind? En toen kwam ik eigenlijk tot de conclusie dat het niet zo was. Want als je voor een van de grote partijen gaat werken, dan doen zij maar zo'n stukje van alles wat jij leuk vindt. En dan heb je klantgroepen en clusters en practices en dat soort dingen. En dan hebben ze ook nog een onderwerp waar ze zich dan op richten. Dus van alles wat je leuk vindt, doe je eigenlijk maar zo'n klein stukje. En toen dacht ik, ja, ik mis dan te veel. Ik moet dit voor mezelf doen. Ik ga dit gewoon voor mezelf doen. Ik heb eigenlijk altijd al een passie gehad voor bedrijfskunde en voor ondernemerschap. En, dus die keuze was voor mij toen eigenlijk snel gemaakt. Het was geen makkelijke keuze, maar diep van binnen weet je het dan wel. Dan ga je het toch doen. Ja. Dus ondanks dat de crisis eraan zat te komen, heb ik toen toch de stap gewaagd. Geen seconde spijt van gehad. Ja, wat was je eerste klus? Wat was je eerste klus? Nou, ik ging weg bij de bank. Bij een bank in Nederland, een grote Nederlandse bank. Daar had ik een heel groot project gedaan. En toen zat dat project erop. Toen ik had besloten om voor mezelf te beginnen, belde ik mijn manager op. Ik zei, oh, jouw timing kan eigenlijk niet beter. Want wat jij net hebt gedaan, dat willen wij nu gaan monitoren. Dus we willen eigenlijk het compliance monitoring gaan doen. Het was een compliance onderwerp. Eigenlijk op dat onderwerp. Dus wil jij dat dan doen? Ja, heel graag. Dus wacht even. Dus als ik jou goed begrijp, heb je ontslag genomen bij je werkgever. Je bent voor jezelf begonnen en volgens heb je bij je werkgever aangegeven, hey, maar jij kan me ook inhuren. Nee, niet bij mijn werkgever, bij mijn opdrachtgever. Ja, dus, bij de opdrachtgever, oké. Okay. Ja, daar heb ik nog steeds een hele goede band mee, hoor. Dus wij spraken nog regelmatig echt over onderwerpen. Hij werkt daar al lang niet meer. Maar ja, weet je, we hadden er wel eens de herinnering op. Weet je nog? Dus zo ben ik voor mezelf begonnen. Dus in feite had je dan gewoon dit soort moment. Ja, zo'n moment al meer. Dat is het. Ja. Prachtig. En nu ben je, hoe lang ben je nu onderweg? Nou, sinds 2006. Zes, oké. Okay, dus 17 jaar of je? Zeven? Nee. 17. 17, ik wou het zeggen. Ja. Oké. Okay. En nu heb je een boek besloten te schrijven en die heb je klaar. En dat is in feite praktijkgericht mensen die graag willen ondernemen naar ondernemerschap brengen. Ik wil het voornamelijk niet over het boek hebben, want die mogen ze lekker zelf gaan lezen en zelf gaan doen. Wat vind jij nou een van de belangrijkste zaken die je als tip kan meegeven? Dus je gaat voor jezelf beginnen, je gaat naar KVK, je schrijft je in, je schrijft je eenmanszaak in, later kan je daar een BV van maken. Wat zou nou de
tips en tricks die je niet in bedrijfskunde leert? Want je leert heel weinig over werkelijk ondernemerschap op school. Dus als jij bedrijfskunde hebt gestudeerd, dan weet je hoe modellen werken. Het probleem met modellen is dat de wereld niet volgens modellen werkt. Nee, nou, dan moet ik toch even mijn boek aanhalen, Amir. Shit. Want daarin zul je juist niet beginnen bij de KVK. Daar eindig je. Mijn boek eindigt daar ongeveer. De allerbelangrijkste tip, als je voor jezelf wil beginnen, begin bij jezelf. Dat leer je eigenlijk nergens. Want ik heb eigenlijk diverse onderzoeken gelezen. En al die onderzoeken komen uit op hetzelfde. En dat is heel treurig. Dat ongeveer 85% van de werkende bevolking wereldwijd, het is niet alleen in Nederland, het Amerikaanse onderzoek, een onderzoek van de Universiteit van Gent, een Nederlands onderzoek, ze zeggen allemaal hetzelfde. Ongeveer 85% van de werkende bevolking is helemaal niet blij met het werk dat ze doen. En als je dat dan koppelt aan beroepsziekte nummer 1, en misschien is het niet alleen beroepsziekte nummer 1, maar is het iets menselijks, iets algemeens, stress en burn-out, dan is dat niet zo gek. Je doet er continu dingen die je niet leuk vindt. En dat heeft zijn weerslag op jou mentaal en op je lichaam. En, ja, dan moet ik je toch, challengen in deze. Dat heeft ook te maken met het feit hoe jij naar het werk kijkt. Want als jij zegt, het is maar een baan, dat is de grootste nonsens die ik ooit heb gehoord, want ik heb het vaak genoeg gehoord. Want je brengt meer tijd bij jouw werkgever dan met jouw gezin door. Of met je partner, met je gezin, thuis. Ja, of met je. Ja. Dus het kan niet zomaar iets zijn. Want je offert de grootste gedeelte van jouw tijd offer jij op aan de situatie waarin je zit. Dus ja. als jij dat al zo beschouwt, dus, nou, het is wel een goeie. Want het heeft direct een link met wat jij nu ook zegt. Begin bij jezelf. Doe dingen die je leuk vindt. Hoewel soms. En dat is ook een tricky advies. Waarom? Ondernemerschap. Ik geloof dat Elon Musk die zei dat. Nou, hoewel Elon Musk is natuurlijk even een prominent figuur. Dus daar zijn er weinig van in de wereld. Maar hij heeft gewoon goede dingen. Als jij een bedrijf aan het leiden bent en je bent de CEO. Of het nou jouw bedrijf is of een bedrijf andere. Je bent een soort afvoerputje van alle problemen die ontstaan binnen de onderneming. Dus zo leuk is dat nou niet. Want dingen die goed gaan, die leuk zijn, daar hoef je geen aandacht aan te besteden. Dus het is niet zeg maar een roze geur en maneschijn. Nee, er zitten nee. ook heel veel dingen. Alles moet je zelf doen. En voordat jij geld hebt verdiend om diensten van anderen te betalen die het voor jou gaan doen. Financiële administratie, belastingaangiftes en al dat soort zaken. Dus eerst moet je door, ja, ik ga geen hel zeggen, maar je moet gewoon zelf heel veel dingen kunnen. En dan komen we bij een ander onderwerp. Generalisme. Dus je hebt de expertise, maar je moet ook een beetje generalist zijn. Of een beetje heel generalist zijn. Ja, zeker in het begin. Ja, weet je, het is, ik ben het helemaal een beetje eens. Het is niet allemaal alle aspecten. Je kunt nooit alle aspecten van ondernemerschap even goed beheersen en even leuk vinden. De meeste mensen hebben echt een broertje dood aan financiële administratie of belastingaangifte, dat noem maar op. Ik ken zelfs mensen die hebben een hekel aan het sturen van de factuur. Het stond op een kroon op je werk. Je kunt niet alles leuk vinden, maar je moet wel alles doen. Maar het is wel zo dat het overgrote deel van jouw ondernemerschap, datgene waar je echt energie van krijgt en dat je wilt betekenen in de wereld, dat zou het overgrote deel van je tijd ook moeten zijn. En ja, dat er aspecten aan zitten die je niet zo leuk vindt, dat snap ik. Maar jij bent wel eindverantwoordelijk daarvoor. Maar ja, je hebt dan wel een heel ander type werkbeleving, denk ik. Als het overgrote deel van je tijd is besteed aan datgene dat je echt leuk vindt en waar je echt energie van krijgt. Ja, maar daar komen we bij een andere. En ik geloof dat als je nu de post bekijkt van heel veel van die coaching. En coaching is tegenwoordig een trend, hè? Weet ik niet. Tegenwoordig, als je iets ernstigs hebt ervaren, dan word je meteen een coach.
Ik denk dat het meer zelfgenezing is dan echt coachen van andere mensen, maar dat even terzijde. Ik denk dat het voornamelijk te maken heeft met het proces. Je moet verliefd worden op het proces naar het doel. En het doel verschuif je continu. En je komt tot Ja. nieuwe inzichten en je komt tot nieuwe dingen. En ik denk dat de waarde van het netwerk daarin ook wordt onderschat. Dus als je kijkt, is iedereen op zoek, en vooral in de huidige tijdperk, op zoek naar volgers. Nou, daar gaat het om. Als je miljoenen Ja. volgers hebt, dan geen. Maar dat is je businessmodel niet. Je businessmodel is het leveren van een dienst. Tenzij je een influencer bent, wat tegenwoordig een beroep is. Maar als jij een zakelijke dienstverlening zit, dan is je netwerk essentieel. En daarbij ben je bekend met Dunbar's number. Ja. Ja, dat is Ja, inderdaad. 150. 150, ja, precies. Ja. En niet groter, want dan kun je het eigenlijk niet meer beheersen. Ja, maar als je dan even parallellen trekt met, oké, dus en ook een tip voor mensen die dan gaan ondernemen, zorg ervoor dat je jouw netwerk in kaart brengt. En dan meen ik echt met pen en papier of als je digitaal wil gaan doen. En zorg ervoor dat in die 150 mensen zitten die jouw werk willen gunnen. Niet een baan, maar werk, project, klusje, Ja, ditje, datje. exact. En dat is ook kracht van reciprociteit. Het moet niet alleen maar van hun komen, jij moet dat ook doen. En daar hoeft niet direct een factuur ten grondslag te liggen. Nee. Een van de veelgehoorde tips is ook omring je met mensen die jouw doel ondersteunen. En dat ten eerste. Je hebt niks aan een netwerk waarin mensen zitten. Ah, joh, dat lukt je toch niet. Of oh, denk daaraan of denk daaraan. Dat gaat nooit lukken. Weet je, dat soort mensen moet je uit je netwerk houden. Maar omring je met mensen die het of al een keer gedaan hebben. In mijn boek noem ik het: omring jezelf met je dream team. Weet je, wie heb je nou nodig om jou op de juiste plek te krijgen? En Wie zorg gaat voor je dat je. klappen? Ja, exact. Ja. Ja. Wat is er nou mooi als iemand tegen je zegt: oh, eigenlijk ben ik best wel trots op wat jij hebt gedaan. Weet je? Ja, als je zo'n netwerk hebt, dan zit je gebakken. Dan weet je dat je goed zit. Maar die krijg je eigenlijk alleen maar door, ja, exact, dan heb je vuurwerk, door je te omringen met mensen die het al gedaan hebben, en die je echt verder kunnen helpen. En dat zijn de talloze. Dat is dan, betekent dan toch echt kijken voor elkaar. Goh, wat kan ik voor jou doen? Wat kun jij voor mij doen? Hoe komen we samen nou verder? In plaats van, goh, Amir, ik wil dit wel voor jou doen, maar dan stuur ik je wel een factuur. Het moet een wisselwerking zijn en oprecht gunnen en oprecht willen dat anderen succes heeft. Maar Ja, ook voor ja. elkaar er zijn op het moment dat het moeilijk is. Dus dat is eigenlijk het waardevolste van een netwerk. En eigenlijk vind ik dat ontbreken in bijvoorbeeld onze professionele platform zoals LinkedIn. Het Ja. is echt een grote Facebook voor professionals, hoewel ik dat voor professionals ook een bepaalde vragen bij heb. Waar moeten ze afscheid van nemen? Ik wil ondernemen, waar moet ik afscheid van nemen? Van je beperkende overtuiging. Echte overtuiging dat je het niet kunt, dat het niet lukt, dat niemand op je diensten zit te wachten. Ondernemen is voor het allergrootste gedeelte echt, en dat klinkt misschien cliché, echt een mindset. Je moet een bepaalde kijk op de wereld hebben, maar ook op jezelf, een realistische kijk. Maar je moet echt afscheid nemen van echt denken dat iets niet kan. Of als je in zo'n mindset zit, dan lukt het ook niet. Als je denkt dat je iets niet kunt, dan kun je het ook niet. Maar zodra je daarvan afstand kunt doen, ja, dan gaat er eigenlijk een wereld voor je open. En die beperkende overtuigingen, die worden eigenlijk wel heel vroeg gelegd, hè? En Ja, die worden nee, maar al. dat is in feite de indoctrinatie. Hè? Dat kan niet, dat is te moeilijk, dat is dit, dat is dat. Hè? De beperkende voorwaarden van regels opgelegd door andere mensen, omdat ze. Ik vind altijd dat andere mensen hun onzekerheden projecteren op de mensen die dicht bij ze staan. En ze kappen Ja. elk idee af, want alweer als die succesvol is. Bij jezelf beginnen vind ik veel meer in relatie staan tot hetgene wat jij net hebt beschreven. Wat ik bedoel is, waar moet je letterlijk afscheid van nemen? Dat is één. En twee, wat zijn belangrijke zaken om tot je te nemen?
Wat zijn de routines die je zeker moet volgen? Zo bedoelde ik het meer. Oké, laten we beginnen met waar je afscheid van moet nemen. Ik denk dat het allerbelangrijkste waar je afscheid van zou moeten nemen, of moeten durven nemen, zekerheid. Zekerheid heb je als ondernemer nauwelijks. En als je kijkt hoe mensen proberen een plan te maken. Hè, wat ik echt heel belangrijk vind, is dat je een plan maakt. Begin bij jezelf. Waar wil je naartoe? Maak dan een plan hoe je daar komt. En maak dat plan realistisch. En als je dan zo'n plan schrijft, dan zie je dat, nou, ik denk 80 tot 90% van de mensen die ik ken, die maken terwijl ze dat plan schrijven ook een plan B. Zodra je aan een plan B begint, is plan A al niet goed genoeg, want dan hou je al rekening mee dat je fouten in je plan hebt zitten. Dat je dus doe gewoon je huiswerk, zorg ervoor dat je realistische stappen kunt zetten naar je doel toe en hou rekening met scenario's. Hou op met een plan B, want plan B, dan ga je dan vanuit, ach, ik heb bevangenheid. Dan ga je nooit volledig voor plan A. Dus neem afscheid van zekerheid. Zekerheid heb je niet. Wat is het ergste dat kan gebeuren? Ja, dat het misgaat. Nou, dan gaat het mis. Probeer iets anders. Maar dan heb je wel iets niet goed gedaan aan je huiswerk en in je plan. Weet je? Je plan moet echt zo doordacht zijn dat je het alleen nog maar hoeft uit te voeren. Ik vind een plan, hè, sowieso een goede eerste stap. Ik zou een paar andere dingen daaraan willen toevoegen. Dus even zekerheid is een van de dingen. Maar ik denk ook dat je van alle ongezonde levensstijl afscheid moet nemen. Ook van mensen die beperkend zijn voor je. Het is beter om alleen te zijn met een boek dan omringd te zijn met mensen die gewoon over 60 jaar nog steeds dezelfde verhalen aan het vertellen zijn en dezelfde discussies hebben. Dus heet er die eigenlijk, ja, het is een soort vicieuze cirkel van onzin. Je moet goed voor jezelf zorgen, dus dat betekent eten, niet drinken, gelegenheid misschien, maar niet drinken. Je moet trainen. Je moet goed voor je fysieke zorgen, want in feite, een healthy body, healthy mind. En je moet een routine maken van jezelf als een spons opstellen met betrekking tot luisteren naar mensen die al met het bijltje hebben gehakt. En boeken lezen. En dan echt boeken lezen. Ja, ja, niet eens ja. In digitale vorm, maar echt boeken lezen. Echt een boek in je hand, ja, exact. En ook boeken niet alleen maar die in relatie staan tot jouw vak of expertise, maar ook jou laten verleiden door boeken die uit een hele andere genre komen of een hele andere gebied beschrijven, omdat je daar ook ideeën gaat opdoen die je eigenlijk terug kan nemen naar je eigen werk en daar het kan projecteren. Ja, ik ben het helemaal met je eens, Amir. Weet je, het lezen van boeken en het horen van meningen uit verschillende invalshoeken zorgt ervoor dat je situaties veel beter begrijpt. Dat jouw wereldbeeld veel rijker wordt en dat je ook de dingen die je ziet of hoort kunt plaatsen en daarover ook anderen kunt informeren. Hoe kun je als bedrijfskundige nou tegen iemand zeggen hoe die zijn bedrijf zou moeten inrichten als je maar een eenzijdig beeld hebt? Weet je, dan adviseer je hem dus nooit fatsoenlijk naar waar die wil komen. Dus ja, ik lees een boel. Ik zal een keer een foto delen van mijn bibliotheek. Daar staan inmiddels bijna 1500 boeken in. En ik lees iedere dag. En ja, ik probeer dat soort dingen dan ook inderdaad te combineren. Niet alleen eenzijdig een beeld te horen van één bepaalde persoon, maar ook de andere kant van het verhaal te horen. En dan kan ik... Eigenlijk wordt jouw wereldbeeld daar een stuk objectiever van. Oh, ik hoor jou. Oh. Ja, en daarnaast heb je natuurlijk ook beschikking over podcasts, YouTube. Je kan naar conferenties gaan en zo. En wat ook een hele belangrijke is, om jou aan te vullen, is tegenwoordig, of het nou LinkedIn Learning is, of het nou Udemy is, of het nou Coursera is, er bestaan zoveel platformen waar je voor een tientje of een abonnement van een paar honderd euro voor het hele jaar echt gefundeerde kennis tot je kan nemen van professionals in jouw vakgebied of andere vakgebieden
waar je echt jezelf kan opleiden. Dus zorg ervoor dat je continu jezelf blijft ontwikkelen. Het is niet, ik ga ondernemen en dit is begin van het einde. Maar je moet continu blijven leren. Exact, je moet een honger hebben naar kennis. Een continue honger naar kennis. En dat ook willen toepassen. Ja, en een ander iets is dat je continu nieuwe dingen moet proberen voor jezelf ook. En dat is niet zozeer omdat het direct bij jouw beroep past. Maar dus als we het hebben over ondernemen. Ten eerste moet je begrijpen hoe marketing werkt. Je moet weten hoe verkoop werkt. Hoe vies je het ook vindt om een telefoon te pakken en 100 klanten te bellen en een nee te horen. Ja. Ik geloof heilig dat iedereen dat een keer gedaan moet hebben. Echt gewoon. Ik zeg shit. Goeiedag, goeiedag. Nee, nee, nee. Hoe vervelend dat ook is. Ik denk dat dan leren ze ook degene die zij die jou bellen meer waarderen. Want dan weet je hoe dat voelt aan de andere kant. Ja, waar ze doorheen moesten om dat te doen. Ja, 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 ja. Dus dat vind ik nog een aanvulling. Oké, okay, dat waren dingen die je waar je afscheid van moest nemen en dingen die je moet doen, verplicht. Ja. What's next? What's next in welke zin? Ja, oké. Okay. Ik heb naar mezelf gekeken. Ik heb al deze dingen. Ik ben aan het trainen. Ik ben niet meer aan het drinken. Ik zorg voor mezelf. Ik ga ondernemen. Ik ga beginnen. Hoe lang moeten ze wachten totdat ze begonnen zijn? Nou, ze moeten helemaal niet wachten. Ze moeten het eigenlijk meteen doen. Er is nooit een moment waarop je volledig klaar bent. Weet je, dat excuus wordt heel vaak gebruikt. Ik ben er bijna klaar voor. Nee, dat is al verleggen. Weet je, dat is net zoals ik ga stoppen met roken. Ja, en ik wacht morgen. Op 31 december. Ja, shit. Nee, je valt het pakje, je gooit het weg, je zegt ik stop, klaar, punt. Ja, ja. Ik bedoel, als je gaat wachten tot het moment dat je er 100% klaar voor bent, dan ga je het dus nooit doen. Dan ben je met pensioen. Ja, ben je met pensioen. Of nog erger, weet je. Dus, ja. Nee, dus er komt niet een moment. Dus je zult dat gewoon moeten doen. Maar je zult wel door bepaalde dingen heen moeten. Weet je, als ondernemer, jij bent de onderneming. Iemand doet geen zaken met de onderneming. Iemand doet zaken met jou. Dus jij bent jouw onderneming. Dat betekent dat jij continu in de spotlight moet staan. Jij bent het gezicht van je onderneming. Als niemand van jou hoort of niemand iets van jou weet, zullen ze jouw product of diensten nooit afnemen. En er zijn heel veel mensen die vinden het best heel erg lastig om in de spotlight te staan, want dan krijgen ze aandacht. Dat zijn dezelfde mensen die het vroeger op school heel moeilijk vonden om een spreekbeurt te houden. Of om een presentatie te geven op de universiteit of op school of noem het maar op. Of echt in de aandacht te staan. Maar daar zul je echt doorheen moeten. En het gewoon gedaan moeten hebben. Vlieguren maken om dat te doen. Maar hier komen we weer bij, zeg maar, dat je verschillende skills moet hebben. Dus communicatie, verbale communicatie. Ja. En schriftelijke communicatie moet gewoon uitstekend zijn. En je moet er aandacht aan geven. Er zijn echt talloze cursussen over hoe je dat kan doen. Hiernaast even een tip voor iedereen. Als je op podium staat, het gaat niet om jou. Het gaat niet om jou. Het gaat om het publiek. En jij bent de entertainer. En als jij hun weet te entertainen, en ook al spreek je over een heel serieus onderwerp, betekent niet dat er niet gelachen mag worden. En als je ze aan het lachen maakt, dan is het publiek van jou. Mag je fouten maken, mag je doen wat je wil. Dus dat is heel belangrijk. En dat is de eerste 5 minuten van jouw speech. That's it. Ja, en de tweede 5 minuten gaat het nog steeds niet om jou, maar gaat het over de boodschap die ze toch niet kennen. En jij bent de enige die boodschap aan ze over kan brengen. Hey, en daar is het ook heel erg belangrijk. Het gaat dus om hun. Zorg ervoor dat het waardevol is. Zorg ervoor dat zij een punt van de aandacht hebben. En dat je dat overbrengt. Maar dan komen we wel bij een heel andere belangrijke punt. Het is eigenlijk personal branding. En personal branding gaat over, wat is nou mijn verhaal? Dus, what's your story? Ja, en dit is essentieel. Wil jij onderscheidend zijn in hetgene wat je doet? Dat betekent dat jij een verhaal moet hebben
wat uniek is en specifiek voor jou. Het mag niet koud zijn. Hoe pak je dat dan aan, Amir? Wat zou jouw tip zijn voor mensen die luisteren? Hoe zouden ze daarmee kunnen beginnen? Want ik ben het met je eens. Als je kijkt naar de allerwaardevolste bedrijven, die hebben hun verhaal zo ongelooflijk goed staan. En als je kijkt naar hun reclameuitingen, noemen ze vaak niet eens het product, maar vertellen ze hun verhaal. Kijk naar Apple, kijk naar Nike, kijk naar Disney, kijk naar Pixar. Alle reclameuitingen van die bedrijven zie jij nooit een product. Zie je nooit een dienst. Het gaat altijd over hun verhaal. Maar dat is wel echt een kunst, denk ik. Ja, maar het gaat. Dus er zijn twee mogelijkheden. Lamborghini heeft nooit een reclame. Waarom hebben ze nooit een reclame? Ja, zij hebben een bepaalde doelgroep. En die doelgroep, die kijkt geen tv. Dus ten eerste moet je heel goed begrijpen wie je doelgroep is. En wie jij graag wil aanbespreken. En wat is jouw tone of voice? Aan de andere kant vind ik de authenticiteit kan je alleen maar meebrengen op het moment dat jij durft over jezelf te praten. What's your hard knock life? Wat is jouw verhaal? In Engelse termen, en mensen kunnen het opzoeken, er zijn hele mooie templates over. Is een signature talk. Dus wat maakt jou jou? En wat is jouw reis geweest? En waarom ben jij hieraan begonnen? En op het moment dat je een signature talk, en dat is een signature talk, is een talk die jij over en over kan vertellen. Dus uniek, en die kan jij alleen doen, want het is zo dicht verbonden met jouw persoonlijkheid en met jouw authentieke zelf, dat niemand anders dat kan. Dan wordt het persoonlijk. En mensen die vinden authenticiteit leuk. Als je zit te jokken of je zit alleen maar op inhoud, dan denken mensen, ik lees wel een boekje, ik heb hier helemaal geen zin in. En je moet mensen durven challengen. Je moet niet bang zijn om tegen de grote jongens in te gaan en dingen te zeggen die niet, zeg maar, door grote massa's klakkeloos geaccepteerd worden. Maar als dat jouw mening is en je kan dat onderbouwen vanuit jouw ervaring, vanuit jouw kunde enzovoort, en waarom jij dat vindt, dan moet je dat naar buiten brengen. Dat is net zoals, we hebben het continu over leiderschap. Nou, je had het net over mensen zijn ongelukkig. 77% die vult een lege stoel op het werk. Maar eigenlijk doen ze niets. Ik vind dat de ouders daarvan gefaald hebben. En eigenlijk wordt op dit moment van een leider, een manager of een lijndirecteur, wat dan ook, verwacht dat hij kinderen gaat opvoeden. Ja, dus het is een hele fijne taak, maar dat is waar het ligt. Nee, foei. Nee, jij moet hard leren. Ja, nee, je moet de cursus doen. Ja. Ja. En het is niet eens servant leadership, het is parental leadership. Je moet gewoon een ouder voor ze zijn, want die waren bezig om zelf te Facebooken en weet ik veel dingen te doen. Het is gewoon cognitieve dissonantie die op dit moment gaande is in de wereld. Ja. Dus authenticiteit, om terug te komen, authenticiteit. Weet waar je doelgroep zit. Dus je moet ook in staat zijn om heel goed je doelgroep te doorgronden en te zien waar zitten zij. Als zij niet op LinkedIn zitten, dan moet jij leren waar ze zitten en ervoor zorgen dat je daar bent. Ja, en dan weer gebruiken, dan komen we weer bij de Dunbar's number. Bij die 150 aangeven, jongens, dit is wat ik doe. Dus bijvoorbeeld de newsletter waar je elke week of twee weken of drie weken of een maand aangeeft, hier ben ik mee bezig. Dus keep people informed. Ja, exact. Je moet daar zijn waar je doelgroep zich ook bevindt. En dat heeft als belangrijk aspect ook nog. En dat is toch echt de essentie. Een randvoorwaarde om te kunnen verkopen. Vertrouwen. Vertrouwen is echt het sleutelwoord. Je signature talk draagt bij aan vertrouwen. Zichtbaarheid en een consistente boodschap over alle kanalen wat je maar gebruikt, leidt tot vertrouwen. Continu je boodschap blijven uitdragen, je kennis blijven delen, delen van je kennis weggeven. Je had het net ook over volgers, hè, dat sommige mensen maar zoveel mogelijk volgers willen hebben. Volgers zijn geen kopers, volgers zijn gewoon volgers. En dat zijn mensen die lezen wel of die lezen niks van jou, maar die volgen je gewoon. Meer is het niet. Ik weet niet of je het boek
voor 1 miljoen followers heb gelezen. Een man die was erin geslaagd, een onderzoeker. Als sociaal experiment had hij 1 miljoen volgers volgens mij in 30 dagen achter zich gekregen op een bepaald social media kanaal. Ik weet niet eens welk het is. Hij komt ook tot de conclusie. Ja, het zijn echte mensen. Ja, het kan wel degelijk, ook in 30 dagen. Als je boodschap maar goed is. Maar let op jongens, het leidt niet automatisch tot meer verkopen. Waarom zou je dan zo ontzettend veel energie en tijd en moeite stoppen in zoveel mogelijk volgers proberen te krijgen? Terwijl je diezelfde energie, tijd, geld en moeite ook kunt stoppen in je boodschap te verkondigen daar waar jouw doelgroep zich bevindt. Maar dan kom je weer bij het onderzoek. Breng nou in kaart wie jouw klant is. Voor wie wil jij nou waarde toevoegen? Voor wie los jij welk probleem op? En wie is dat dan? Geef hem een naam. Maak een persona. Weet je, Amir. Amir is... Ah, je ziet er heel jong uit. Amir is 18. Amir rijdt in een bepaalde auto. Weet je, Amir heeft bepaalde hobby's. Schrijf dat allemaal uit. En je weet waar Amir zich bevindt. Als jij weet... Mijn doelgroep zit altijd op een sportschool of bezoekt bepaalde restaurants of leest bepaalde boeken. Dan moet jij daar dus ook zijn. Dan is dat bij uitstek de plek waar jij ook jouw boodschap zou moeten uitdragen. Wees daar waar geluk je kan vinden. Ik vind het een hele mooie, Wietse. Volgens mij hebben we genoeg onderwerpen besproken. Ik denk dat mensen zeker enthousiast moeten zijn over jouw boek. Vooral als ze willen gaan ondernemen, of dat nou entrepreneurship rol is binnen de onderneming of eigenlijk voor zichzelf willen beginnen. Het is een heel mooi boek waarin dit soort elementen naar voren komen. En ze moeten natuurlijk naar onze podcast blijven luisteren om meer enthousiasme op te halen bij andere ondernemers die wij samen gaan interviewen. Ja, dat vind ik ook. En ik denk dat ze daar, ik denk dat wij met hele interessante gasten komen in onze podcast, waar we heel veel dingen van kunnen leren, hun tips en tricks. En ook al breng je ze niet in praktijk, hoor ze aan, vorm je eigen beeld. Weet je, dat bepaalt ook een veel bredere kijk van jou op de wereld en op jouw ondernemerschap. En het helpt je eigenlijk alleen maar verder. En, boven dat is het vooral heel leuk en interessant. Dus blijf vooral onze podcast volgen. En leer. Tot leer, volgende ja. keer. Dankjewel, Amir. Spreek tot elkaar de volgende snel. Keer. Tot de volgende keer. Doei doei. Doei doei.